workshop eierkoken in een magnetron. Wat heb je nodig? Je pakt een eitje, zelf gebroed bij de familie Vlaskamp, en je pakt een eierkoker van het merk LDB 7200. Men pakken het ei. Men haalt het opdracht met deze twee vingerkootjes en men drukken het ei erin. Men gooit de ei door je weg. En het resultaat is een mooie, prijsvrije substantie. We gaan nu de dooier kapot prikken, anders zal hij ontploffen in de magneton. Men neemt een normaal mes, bij voorkeur een schilmesje. Men prikken in de dooier en houden de dooier goed uit elkaar. Dat er minder explosieve ladingen vrij kunnen komen. Maak er een beetje een prutseltje van. Zo. Je kunt nu al ketchup naar smaak toevoegen. Wij doen het niet, ik heb mijn ei liever. Natuur. Nu pakken we het deksel bij de goede handgrepen. Zetten hem erop. Zo. Nu pakken we een magneton. Standaard magneton van de Siemens. Ziet u, geen gehele truc of zoiets. Wel met een ronddraaiend plateau. Dat is een vereist. Men drukt het ding in het midden. Kies in de stand, 900 watt, 1 minuut, druk hem op, start. Zoals u ziet, begint het ei te draaien en te garen in zijn eigen natuurlijke schap. Het ei zal klaar zijn wanneer de deksel eraf springt of wanneer de timer is verlopen. Zie je, hij komt al. Op dat moment is hij eigenlijk al klaar, maar we laten hem nog even garen voor de smaak. Dan gaat hij verder. Ik zie het al omhoog komen hier. Belletjes. Ik vind hem klaar.